Vitesse trainen vanmorgen op Papendal op het nieuwe kunstgrasveld. Dat komt omdat de Arnhemmers morgenavond tegen PEC Zwolle ook op kunstgras spelen. En voetballen op kunstgras is toch net wat anders dan spelen op een gewoon matje. Nee, dat mag nooit een thema zijn, want dan gebruiken ze dat ook als kapstok en dat wil ik absoluut niet. Wat vindt u van voetballen op kunstgras? Ja, als je mij persoonlijk vraagt, vind ik helemaal niks. Nee, doe mij maar gewoon een vuiltje dat je kan ruiken. Het is natuurlijk altijd een voordeel voor de thuisspelende ploeg. Ik heb het een jaar lang meegemaakt bij Red Bull Salzburg, dat we daar het eerste jaar kunstgras hadden. Nou, we hebben volgens mij alles gewonnen thuis. Het jaar daarna gingen we op het gras en dan was het toch moeilijker. Dus natuurlijk heeft PEC daardoor een voordeel. Maar ja, als je kan voetballen, kan je voetballen. Of het op gras of op kunstgras, dat maakt niet zoveel uit. En voor ons, wij zijn een technische ploeg. Ik denk dat het voor ons sowieso een voordeel is als het een matje is, zoals het heet. Fred Rutte kon vorige week niet beschikken over Renato Ibarra. Morgenavond is de Ecuadoriaan gewoon weer van de partij, net als de rest van de selectie. Ja, we zijn allemaal vrij goed teruggekomen uit de Interlands. Ibarra is weer fit, dus we hebben iedereen wel aan dek. Hebben de jongens nog veel gespeeld bij de Interlands? Nee, dat is eigenlijk wel teleurstellend. Zoals Mike Havenaar, die moet, ik dacht, twee tijdzones door. En dan krijg je geen speelminuten. Ja, dat is natuurlijk enorm teleurstellend. Dan heeft dat ook weinig zin, denk ik. Wat weet je van PEC Zwolle? Nou, ik heb ze natuurlijk vorige week gezien. Ik heb niet zoveel gezien in de eerste divisie. De enige die ik ken daar was Arne Slot. Die is natuurlijk bekend. Maar inmiddels heb je dus vorige week de wedstrijd gezien. Met een goal uit de standaard situatie tegen Roda. Ik denk dat het een compact team is. Met de twee trainers die toch... Vooral één trainer die heel veel ervaring heeft natuurlijk met Jaap Stam. De hoofdcoach dan heel veel ervaring als trainer met dit team ook werkt. Je ziet dat ze goede spelers hebben, gretige spelers hebben. Wat ze natuurlijk ook missen is ervaren spelers, omdat Arne Slot er ook niet bij is. Maar ik denk dat ze te kloppen zijn vooral ook in omschakelingmomenten. Want je ziet dat het tempo nog niet al te hoog ligt. En wij moeten gewoon onze kwaliteiten uitspelen. En dan moet PEC achter ons aanlopen en wij niet achter PEC. Zwolle, zeker die trainer. Die willen altijd die spelen altijd goed voetbal. En ze willen goed positiespel spelen en van daaruit willen ze scoren. Dus het is heel verzorgd, het is talentvol. En als je in Kerkrade een punt kan pakken, dan is dat heel knap. Ja, is er nog verder nieuws te melden omtrent transfers, de situatie rondom Theo Jansen? Nee, op dit moment niet. Kijk, de clubs... Ja, die zijn er nog niet uit en ik hoop dat het zo snel mogelijk gebeurt. Want als het niet gebeurt, dan zou het denk ik een teleurstelling zijn voor Theo. Ik denk ook een teleurstelling voor mijn persoon, maar ook denk ik voor de fans, denk ik.